Arno Pijpers als nieuwe coach begon Willem II zaterdag aan de belangrijke wedstrijd tegen VVV Venlo. Saïd Boutahar kreeg bloemen voor zijn 100ste wedstrijd als speler van Willem II. De thuisploeg begon niet goed en moest het initiatief aan de bezoekers laten. En daar wordt de bal weer aangeraakt, waardoor Aerts mistast. Zo komt Willem II toch een aantal maal goed weg in de eerste 10 minuten. Garcia met het schot en dan is het raak. Als de hoekschop snel wordt genomen door VVV, scoort hij voor de tweede keer als speler van VVV. Garcia. Zo kan hij de bal zo mooi vrijmaken en ook goed pasen. Schaken krijgt hem onder controle. En dan is dit een overtreding. En komt er een rode kaart. Jazeker. Voor Van Dinter, denk ik. Ja, inderdaad. Wat een dramatische eerste wedstrijd is dit voor Arno Pijpers. Want niet alleen staat zijn ploeg al vroeg met 1-0 achter. Na 18 minuten voetbal in Tilburg. Moet zijn elftal ook nog met een man minder verder. Dan kan je wel door de grond zakken op dat moment als je die rode kaart ziet. Je voelt het eigenlijk het hele stadion eigenlijk op dat moment. En dan moet je als groep toch sterk zijn. En ik denk dat het vandaag een beetje mee heeft gezeten dat zij een domme rode kaart pakken. En dat wij erin weer gingen geloven, het publiek er weer in ging geloven. En ik denk dat zij ook fantastisch waren vandaag. Zij pakken een rode kaart. En vanaf dat moment gingen wij vol voor de 1-1. En gelukkig viel die ook. En hoe? Een immense muur. Maar daar heeft Van der Heijden geen enkel probleem mee. Wat een goal zeg. Schitterend zoals hij hem in de linkerbovenhoek krult. Dit is een wonderschone treffer. Heel veel effect. En wat valt die bal schitterend binnen. En daarna zijn we alleen maar doorgegaan. Komen we denk ik verdiend ook op 2-1. Misschien moet het dan wat slimmer uitspelen. Maar je ziet dan dat de vermoeidheid bij veel spelers erin zit als je met 10 man op een zwaar veld speelt. Ik bedoel, dat geldt ook voor mezelf. Ik zat er ook helemaal doorheen, moet ik zeggen. Boutahar. De Moesje kan aannemen en scoren. 10 minuten na rust zet hij Willem II op een 2-1 voorsprong. Dat was een gekke wedstrijd, absoluut. Maar ik moet wel zeggen dat... Zelfs na die 1-0 achter en die rode kaart, dat we wel heel beheerst zijn blijven spelen. We zijn geen gekke dingen gaan doen. En dat is ook een compliment aan de spelers. Het is geen paniek uitgebroken. Het is op snel goed opgelost. Dus aan de ene kant knotsgek, aan de andere kant ook weer goed opgelost met beleid. Ja. Het is altijd lekker om te winnen. Ik ben daar wel realist in. Dat moet ik echt zeggen. Ik ben nu al bezig met de wedstrijd van volgende week. Ik vind het lekker om te winnen. En voor nu even. Morgenochtend gaan we weer verder.